Hij wil murder your face. Oké, ik heb wel genoeg gebombardeerd. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda de Windweker in HD. Ja, die worden ondertussen wel een lekker bij. Ik ben er weer, Zelda Play 20. In de vorige aflevering hebben we alle treasure charts, letterlijk en figuurlijk allemaal, hebben we nog verzameld. En hebben we alle treasures opgegraven, waardoor dat we dus de Triforce of Courage te pakken hebben gekregen. Yay, Triforce of Courage! En dat we dus zeg maar een heleboel pieces of hardstock hebben op kunnen graven vanuit de oceaan. Nou, de reden dat ik hier nou bij de Forest Haven ben. Dus even kijken, de Forest Haven. Heb ik heel eventjes deze nodig, de grappling hook. En heel veel van jullie die zeiden ook zeg maar dat ik de bommen niet had hoeven te selecteren op het moment dat ik zeg maar op de boot ben. Maar zoals ik al zei, ik ben een oude Gamecube speler. Ik heb het altijd op de Gamecube gespeeld, dus daarom heb ik het altijd gedaan. Maar ja, je kunt het inderdaad ook met de D-pad kun je het selecteren. Dan heb je de bommen nog niet eens dat je die hoeft te selecteren. Dus dat is op zich wel een beetje een betere iets, zeg maar, in de HD-versie. Maar ja, aangezien dat ik een oldschool Gamecube-speler ben, vergeet ik gewoon eigenlijk dat die functie erin zit. Dus mijn excuses daarvoor. Goed, dit wordt eigenlijk een beetje ook weer een klein beetje een langere aflevering. De reden daarvoor... ik moet er niet soep op over. De reden daarvoor is... dit weekend heb ik behoorlijk veel family business die ik ga doen. Dus dit weekend kan ik helaas geen video's uploaden. Dat betekent dus zaterdag en zondag. Minecraft, ik heb er heel veel vragen over gekregen wanneer dat hij weer verder gaat. Die gaat weer verder op 8 en 9 november. Tenminste, desnoods moet ik het... Ik ga gewoon 8 en 9 november, komt er gewoon weer een Minecraft video. Punt, klaar. Dus ja, ik steeg een beetje te verzuipen. Sorry daarvoor, denk ik. Maakt mij niet uit. Dus goed, wat we gaan doen is, we hebben hier in deze aflevering twee enorme vuilen, maar dat zou ik maar niet zeggen. Hele vervelende, irritante, klote rotside quest die we moeten doen. En daarvoor hebben we dus zeg maar een empty bottle nodig. De eerste sidequest die we moeten doen is, we moeten hier de forestwater pakken. Dan krijg je sparkling water. En we hebben 30 minuten de tijd om, ik geloof dat het er 8 boompjes te vinden. Die we dus moeten wateren. Dus ik neem jullie helemaal mee met deze sidequest. In elke Zelda game, zover ik weet. En dan bedoel ik ook echt letterlijk en figuurlijk in elke... Oh, er zit ook echt een timetje hierop. Volgens mij is het ook alleen maar in de HD-versie. Maar, wat is eigenlijk een issue is... Elke Zelda game die heeft ondertussen wel eentje... waar moet ik naartoe? Ik moet de map even hebben. Ik moet naar... deze kant toe. Elke Zelda game die heeft er ondertussen wel één. Dat is één piece of heart. En dat is echt letterlijk even jullie bij één piece of heart. Die zo vervelend is om te halen. Dat je die eigenlijk het liefste zou willen skippen. Maar ja, dit is een 100% run. Hoe vaak heb ik dat ondertussen wel niet gezegd. Dus ja, ik heb geen keuze. Ik moet hem gewoon halen. Nou, ik begin gelijk bij de moeilijkste. Dat is deze hier. Want we hebben een half uur de tijd, maar ik ga er niet echt een half uur voor doen. Dus de stukjes, zeg maar, tot ik van eiland naar eiland toe ga, die knip ik er gewoon uit. Want we hebben hierna nog een sidequest en die komt ook in deze aflevering. Dus deze aflevering kan wel langer duren dan een half uur. Hou er rekening mee. Ja, ik zie het als een soort van special aflevering. Ik bedoel, het is het laatste van onze sidequest wat we kunnen doen. Dus waarom ook niet? Nou, dan moeten we dus hier eventjes weer snel platformen. Yay, platforming! Dus, nou, zoals ik al zei, er zijn 8 boompjes. En dit is dus, zeg maar, degene waar je het langste mee bezig bent. Dus, ja, hou er een beetje rekening mee. Kan ik die sprong maken? Dat zou heel fijn zijn, dankjewel. En nou hoop ik dat die stomme stinkplantjes niet meer terug gaan komen. Dat zou mij heel erg veel... Ken ik iedereen? Ken ik iedereen? Ik ken er nog één! Mooi! Ik ben heel erg voorzichtig. Daarom zei ik al in de vorige aflevering tot dit al te doen... je een enorme tijdboost geeft. En volgens mij heb ik hier... Ik heb hier de leaf voor nodig. There we go. Oké. Okay. En ook weer eventjes overheen. En dan hebben we dus de moeilijkste hebben we al. Want wat we dus moeten doen is... weten jullie nog die verdraaide boompjes die we overal hebben gezien? Die boompjes, dat zijn deze... Die moeten we allemaal wateren. En er zijn er in totaal 8. En dat moeten we dus doen binnen een half uur. Doen we het later, dan mogen we heel de sidequest weer overnieuw gaan doen. Nou, dat is dus eentje klaar. En dan moeten we er dus nog 2 gaan doen. Oké, dan ga ik weer terug naar mijn boot. En als ik me niet vergis, dan moet ik heel eventjes nou een muziekje spelen. Ja, ja, heel erg leuk. Even kijken, dan wil ik volgens mij naar Southern Fairy Island. Ja. En dan moeten wij richting het westen. Ja, ik zeg het goed, richting het westen.
En daar zit zeg maar boompje nummer 2. Alle boompjes zijn eigenlijk best wel heel erg simpel te vinden. Ik denk dat ik deze aflevering gewoon helemaal door laat lopen zonder knips trouwens. Want dan weten jullie precies waar je naartoe wil. En voor de mensen die dus zeg maar meespelen. Ik geloof dat dit exact hetzelfde is als in de GameCube versie. Dus dan is het wel zo makkelijk dat jullie ondertussen wel weten waar dat we naartoe gaan. Nou, in ieder geval, je wilt dan één vakje naar het westen toe varen. Heel erg simpel. En dan kan ik ook nog heel even over andere dingen praten. Want ja, dat doe ik graag. Dus zie, dat is een special. Waarom ook niet? Special! Goed. Ik moet wel zeggen, ik vind één ding heel erg grappig de laatste tijd. Ik speel dan, zeg maar de Wind Waker. En dat in HD gebeuren, tot daar dus zeg maar de hele tijd de counter in komt. Dat je dan zo'n dinggeluid hoort. Elke keer. Echt serieus, laatst hadden we nog een Nintendo Direct te pakken gekregen. Die Nintendo Direct was helemaal 100% gefocust op Super Smash. En die narrator die zat dus de hele tijd ook te vertellen tot het spel in HD was. En iedereen die ik op Skype zat mee te praten op dat moment, die kwam dan aan ting op dat moment. Dus dat... Hallo. Doe het eens even. Dat was eigenlijk best wel hilarisch. Ben je nou? Goed zo. Dus ik vind het wel grappig hoe dat eigenlijk zo'n gimmick kan worden. En op een ander moment ook, dan heeft iemand anders het over gespeeld dat in HD is. En dan krijg je weer zo zeg maar dat ze dan gelijk een ping erachteraan gaan gooien of zo. Dus, best wel eigenlijk grappig. Oké, nou we hebben de tweede gedaan, dus dan gaan we gelijk naar de derde. Dat is op de Great Fish Isle. Die zit hier. Zie ik dat goed? Ja. Dus dan spinnen we gelijk heel eventjes door. Het is heel erg makkelijk dat je dan zeg maar die warps allemaal kan doen. Dan zie ik hier toch eigenlijk een hele onlogische keuze maken. Maar dat maakt niet uit, we hebben tijd zat. Dus, ja. Yeah. Oké, daar hebben we Great Fish Isle. En dan zit hij volgens mij op dat swirly platformpje hier. Gelijk hier het eerste. En daar zit hij dan bovenop. Dus laten we dat maar gelijk heel eventjes gaan doen. We hebben nog 26 minuten. Dat is nice. Ik gebruik ook helemaal geen timer voor deze keer. Het nadeel is namelijk... ik kan wel een timer graag gebruiken. Maar ik heb gewoon... twee doelen en die wil ik gewoon doen in deze aflevering. En deze die moet gewoon knipvrij blijven. Dus hier hebben we de boompje. Geef heel eventjes water. Water. Ta-da-da-da. Oké, dan gaan we weer terug naar onze boot. En wat we nu willen doen, we willen nu richting het zuidwesten gaan varen. En dat is dus zeg maar één schuin blokje. En dat is deze kant op. Ik wil nog niet eens zeg maar, de eilandnamen gaan volgen. Dit is eigenlijk echt het makkelijkste wat je kan doen. En hoe dat je het kan doen. Dus even kijken. Zit ik nog goed? Zit ik nog goed? Ik zit nog goed. Dus op zich zitten we niet... we zitten nog goed op schema. Ik bedoel, we hebben er al drie gedaan. We gaan naar nummertje 4. Dus op zich helemaal niet verkeerd. Dus. Nou, ondertussen kan ik ook heel eventjes beginnen over... de confusion die er is gekomen over dat ik had aangekondigd van misschien dat het een leuk idee was om Terraria te doen. Heel veel leuke reacties daarover. Echt heel veel willen daar toch wel een playthrough van zien. Maar er waren een paar vraagjes over van misschien niet zo'n goed idee in verband met. Of mag ik dan meedoen of iets in die trend. En nou heb ik dus zeg maar een beetje zeg maar dat is eigenlijk een beetje mijn fout dat ik daar niet heb verteld hoe dat ik het eigenlijk allemaal van plan ben om te doen. Terraria, dat wordt dan zeg maar net zo'n let's play als de Wind Waker of Mario of Donkey Kong of welke let's play dat ik dat ook doe. Dus dat wordt gewoon een doordeweekse let's play. Nou, in het weekend hebben we op dit moment, zeg ik al, op dit moment hebben we inderdaad Minecraft special. En ja, er komt nog een Minecraft special aan. Maar, ik heb duidelijk aangegeven op het moment dat ik dus zeg maar een Terraria let's play zou gaan doen, dat dat ooit zou plaatsvinden. Dus waarschijnlijk als het plaats gaat vinden... hebben we op dat moment geen Minecraft special, maar een hele andere special, waar ik nog niet ga spoilen, want ik heb al namelijk een planning in mijn hoofd zitten, wat we dus zeg maar gaan doen, na Minecraft. En dat is niet naar de Modded Survival. Na de Modded Survival komt er nog een Minecraft project, dus dan is dat een klein beetje al een spoiler voor jullie, maar ja, dan weten jullie in ieder geval tot er dus nog een Minecraft special aan zit te komen. Maar Terraria, het is dus zeg maar een standalone game, dat ik dat als singleplayer mode ga doen, laat zien wat je allemaal wel niet kan doen in Terraria. En dat is eigenlijk zeg maar de hele grote gimmick die ik van plan ben. Goed, nou, met dat out of the way te hebben, dan wil ik gelijk weer heel eventjes op de boot. Gaan we gelijk weer heel eventjes warpen. Want we zitten nu op de helft. En nou wil ik weer heel eventjes terug. Volgens mij is het naar deze hier. Nou, ik kan ook wel eigenlijk naar Tower of the Gods gaan. Ik denk dat die makkelijk... Nou ja, trouwens, dit ligt makkelijk op de weg.
Ik ga hier wel eerst naartoe. Ja, doe maar. Dan moeten we gewoon naar het noordoosten varen. Maar dat is eigenlijk zeg maar de planning die ik dan heb voor Terraria. En Terraria, dat wordt ook niet zo'n extreem lange les. Ja, ik denk dat het wel een lange let's play gaat worden. Maar het is ook weer een keer even iets anders. Dus ondertussen hebben we weer, ik weet niet hoeveel andere let's plays gedaan op Nintendo gebied. Dus alsjeblieft maak je daar geen zorgen over. Ik probeer echt iedereen er heel erg blij mee te maken. En ik wil zeker alles laten zien hoe dat Terraria een beetje werkt. Maar dat komt dus ooit. Dat komt in een verre toekomst. Bijvoorbeeld de let's play die ik hierna al gepland ben, die staat al... die staat erop vastgeschemaat. Dat ik dus zeg maar weet welke let's play dat we hierna gaan doen. Dus, je wil één vakje vanuit daar, zeg maar, wil je naar het noordoosten. Dat is private oasis, als ik niet is. Maar, dat is dus zeg maar eigenlijk een beetje het idee wat ik dus van plan ben om te doen wat betreft Terraria. Want ja, de volgende let's play die staat er vast. Want ik denk dat deze let's play gaat eindigen volgende week al. Ik ben echt, ik denk dat. Want na deze video zijn we eigenlijk klaar met sidequesten en hoeven we dus zeg maar niks meer hier bovengronds te doen. Dus ja. Oké, nou hoop ik niet dat ik hier zeg maar die Octo tegenkom. Want hier zit ook nog een Octo. Daar heb ik weinig zin in. Oké, nou. Op de Private Oasis. Toink. Gaan we nou niet zeggen dat hij daar bovenop zit, hè? Dan word ik echt very angry. Oké, nou, waar zit je? Hij zit daar boven, hè? Hij zit daar boven. Hij kan niet laten, hij moet daar boven zitten, of niet? Kom op, waar zit je? Ik weet zeker, hij gaat daar boven zitten. Hoekshot, waar ben je? Hoekshot. Vergeet niet dat het is timed! Kom op. Oh ja, ik moet hier bovenop staan. Ah, oh, hij zit er helemaal niet bovenop. Hij zit gewoon daar. Toi, wat ben ik slim. Oké, nou. En water erop. Fix het met water. Yay. Oké, op naar de volgende. Dus dan gaan we weer terug naar ons schip. En dan gaan we dus zeg maar... We hoeven er nog maar 3 en we hebben nog zeker... 22 minuten over, dus ik denk dat ik dit in een recordtijd ondertussen ga doen. Oké. Wat ik nou wil gaan doen is, ik wil heel eventjes weer dit deuntje draaien. En dan willen we naar de Tower of the Gods. Ik weet het, we hadden er naartoe kunnen zeilen, maar geloof me, dit is een stuk sneller. En dan willen we richting het noorden, één vakje. En dan komen we dus zeg maar uit op de plek waar dat we willen zijn. Dus, best wel simpel. Tower of the Gods. Nou moet ik wel heel erg voorzichtig zijn. Dat ik dus zeg maar... even kijken hoor. Op noorden mag ik even mijn map vormen. Dat ik niet door deze tempel heen ga. Want anders trigger ik de cutscene zeg maar die ons terug naar Hyrule gaat brengen. En dat willen we op dit moment helemaal niet hebben tot dat gebeurt. Dus nee. Dat lijkt me niet echt heel erg handig. Goed. Nou dan komen we dus zeg maar aan. Volgens mij is het de Fairy Island waar dat het laatste... Of waar een van die boompjes nog op zit. Dus kunnen we het binnen de helft van de tijd doen. Dat zou wel gaaf zijn. Misschien krijgen we het voor elkaar om binnen 10 minuten te doen. Dat zou helemaal leuk zijn. Maar... Nou ja, we hebben nog 2 minuten dan en 2 boompjes. Nee, die 2 boompjes zitten heel dicht bij elkaar. Alleen er zit daar geen warp in de buurt. Dus dat is wel een nadeel. Want ja, er zit eigenlijk wel een warp. Maar aan die warp heb je niks. Dus ja, best wel zinloos. Oké, nou uit. Dan moeten we weer naar het boompje te lopen. Zo. Dit is echt een hele tijdrovende sidequest die je moet doen. Maar zoals ik al zei, het is voor een piece of art. En dit is dus zeg maar de reden waarom dat ik deze zo lang heb gehaald. Ik wist niet precies waar dat ik deze zou kunnen plaatsen en hoe dat ik hem aan wil pakken. En ja, uiteindelijk is hij zo erg lang uitgesteld dat ik gewoon eigenlijk dacht van ja, nou komen we op het punt, dan moet ik hem gewoon doen. Dus ja, dan maar in de lange aflevering sidequest gebeuren. Want ja, er zijn dus 2 hele grote sidequests. Nou, waar we naartoe willen is, we willen naar Tingle Island. Die zit het dichtst bij. Maar we moeten naar Mother Child Island. Dat zit dan noordwest van dat eiland. Maar als je naar Mother Child Island warpt, dan heb je dus zeg maar het grote probleem. Kom je dus zeg maar in die plek terecht. En als je dan zeg maar in die plek zou zitten, dan kom je dus daar ook niet meer uit. Want ja, dan zit je dus zeg maar in die krater waar je normaal gesproken de creativiteit tegenkomt. En dat willen we hier nou nog niet. Oké, ik denk niet dat ik het ga halen, die 10 minuten. Maar ja, deze eilanden die we nou nog moeten doen, die zitten echt heel dicht op elkaar. Dus dat is op zich wel een voordeel. Maar ik hoop in ieder geval dat ik genoeg verduidelijking heb gegeven over hoe dat ik dan van plan ben om Terraria te doen. En ik hoop dat jullie kunnen begrijpen dat ik dus zeg maar dit weekend geen aflevering heb, aangezien dat ik ook een beetje familiebusiness heb. Want er waren een heleboel verjaardagen, daartussendoor heb ik gewoon proberen te uploaden. Alleen nou de
donderdag. Nee, het is vandaag donderdag. Ja, voor jullie vrijdag, maar ik neem dit op een donderdag. Maar vrijdag, zaterdag en zondag heb ik dus zeg maar speciale dagen dat ik dus zeg maar ook verjaardagen vier en alles. Haha, ik spring over je heen. Dus, ja, dit weekend zit ik dan gewoon echt helemaal vol. Ik kan ook echt dat niet opnemen en alles. Dat zou dan zo rommel worden en gehaast. En ik hou van kwaliteit in mijn video's. Dus ik wil jullie absoluut niet gehaaste video footage laten zien. Want dat is gewoon rommelig. Dan kan ik net zo goed eigenlijk niet uploaden. Dat is 10 keer beter eigenlijk, dacht ik zo. Goed, nou, we hebben dus al 7 boompjes gedaan. Nog 1 boompje te gaan. En oh jee, ik denk niet dat ik genoeg tijd ga hebben. Nee, de 10 minuten haal ik niet, wat jammer is. Want het volgende eiland is 1 blokje naar het noorden toe. Zo makkelijk is dit. 1 blokje naar het noorden toe. Volgens mij heb je in de GameCube-versie... In de GameCube-versie heb je volgens mij maar 20 minuten. Maar is eigenlijk exact hetzelfde. En je ziet het, je hebt meer dan genoeg tijd. Ik bedoel, ik heb nu nog 20 minuten over en we hebben nog maar 1 boompje te doen. Dus... En het grappige is, je hebt dus oneindig water voor 30 minuten. Dat is eigenlijk een beetje de grap. Dus, nou zijn wij bijna bij ons eiland. Even kijken, daar hebben we een paaltje. Dus, want ik zie ook dat er echt... Als ik in de reacties lees, ik denk dat het een beetje 50-50 is. De ene die speelt nog op de GameCube. En er zijn er een heleboel die spelen op de Wii U. En dat vind ik eigenlijk best wel komisch. Omdat het is... Auw. Dankjewel. Weet je waar, ik zwem gewoon naar het eiland. Poot. Daar ben ik ook niet vrolijk van. Nou, ik moet zeggen, 11 minuten, dat is niet verkeerd. Ik bedoel, we doen het in 11 minuten. Dus, maar deze volgorde, ik denk dat dit inderdaad een van de makkelijkste volgordes is die je dus zeg maar zou kunnen doen. Nou, hier hebben we de laatste. Poef. Hallo. En de laatste, die is de enigste die waar je een cutscene bij krijgt. Yay, dat worden automatisch grote bomen, want waarschijnlijk zijn ze magisch gelinkt met elkaar. En dan krijg je er een piece of heart van. Dus alle bomen die je dus nou gewaterd hebt, daar krijg je een piece of heart voor. Of ja, nee, dan krijg je zeg maar nou zo'n grote boom. Maar in ieder geval, we hebben een piece of heart, we hebben er nog maar 2 te gaan. Dus laten we die 2 ook maar gaan halen. Nou, deze 2 die we nou nog moeten gaan halen, die is heel erg vervelend. En nu gaan we naar de eerste knip toe, want ik zie jullie op Windfall Island. Oké, hier zijn we dan bij Windfall Island. En hier krijgen we dus zeg maar de sidequest die we moeten gaan doen. Dit is echt heel erg vervelend. Je moet met deze gast gaan praten, de Eskimo Muts. En hij begint dus zeg maar tot zijn... Hij wil een verkoopjewinkel gaan producten, maar hij wil graag items. En dan kan hij heel erg veel geld gaan maken. En weet ik het allemaal nogal meer. Alleen het probleem is, hij heeft nog niet echt veel. Wij hebben een delivery bag en met die bag kan hij een request doen. En dan zeg je gewoon de hele tijd, ah, en dan zegt hij van, ja, dan zou je misschien een ruil dinges willen gaan doen, want dan kan ik meer dingen importeren en kan ik meer verkopen. En dat is echt heel erg leuk. Dus zou je dat voor mij willen doen, alsjeblieft, graag gedaan. Ja, ik heb het begrepen, want ik weet precies wat we moeten doen en dit is eigenlijk een hele vervelende sidequest. Nou, we krijgen dan de Town Flower. En de Town Flower die moeten we dus zien te ruilen voor een beter item. En die item moeten we weer een beetje traden voor nog een beter item. En zo gaat dat zeg maar verder. Nou, hoe dat dit precies gaat werken, dat is eigenlijk zeg maar... Je gaat constant tussen de 3zelfde eilanden doorvaren. En ja, ik zal wel heel eventjes laten zien welke 3 eilanden dat zijn. En dat wordt eigenlijk gewoon een snelle montage. Ook wil ik nog heel eventjes melden over Beetle Shop, die we dus helemaal gebombardeerd hebben. Er is dus een mogelijkheid dat op het moment dat je 60 items, geloof ik, hebt betaald... Dan krijg je de Silver Membership en dan krijg je dus zeg maar 50% korting op een item die je purchased. En ik geloof dat dat heel erg handig is, want dan kun je namelijk ook bij de Piece of Heart gebruiken. En als je 90 items koopt, of 99 items, één van die 2, dan krijg je een gold card. En dan kun je dus een item helemaal voor niks krijgen. Maar ja, wie koopt nou zoveel stuff? Maar goed. Wij moeten gaan traden. En er zijn dus zeg maar 3 eilanden waar we kunnen traden. En die 3 eilanden, daar kunnen we net niet naartoe warpen. Er is er eentje, zeg maar, die zit op Mother Child Islands. Er zit zeg maar geen tijdslimiet onder. Dus je kunt er zo lang over doen als dat je zelf wil. Maar ja, je hebt er dus eentje zitten die zit op Mother and Child Island. Je hebt er eentje zitten die zit op Great Fish Isle. Dus het enige waar je dus heel erg vaak naartoe zal warpen, dat is Great Fish Isle. Omdat er daar eentje zit en dan kun je dus zo zeg maar varen naar Mother and Child Islands. Dus of je gaat naar Tingle Island, dat kun je zelf bepalen. En de andere, die zit 1 vakje boven de Forest Haven. Tenminste, ik kijk heel even. Ja, die zit daar.
Ja, ik heb eventjes een notitie gemaakt dat ik het wel goed op de kaart neerzet. Want ik ken wel de routes daar naartoe. Maar die zit één vakje daarboven. En daar wil je dus de hele tijd op en neer gaan kijken. Kijken wie jou de betere trade geeft. Dus dat gaan we op dit moment doen. Dus ik ga eerst naar Crate Fish Isle. En ik ga er gewoon een montage van maken. Dus dit wordt weer een heleboel knip- en plakwerk. Yay! Yes, waar! Snap ook niet waarom dat er de hele tijd doorheen komt. Maar dat maakt niet uit. Goed, nou, hier hebben we dan Great Fish Isle. En als je nou bij Great Fish Isle gaat met die Townflower, ik zal hem eventjes selecteren, want ja, die bottle die hebben we nou toch niet nodig. Die zat in mijn delivery bag, die heb ik hier. Oh, zilver. Oh. Oké, dan hebben we de Townflower nodig. En dan hier hebben we die Goron Merchant. Dit is de enige locatie waar dat we eigenlijk Gorons tegen gaan komen in de Windweker. En dat is niet de Goron hoor, dat is gewoon zijn rugzak. Maar hier, kijk eens. Het is een Goron. Die je alleen hier maar in Windweker HD ziet. Goed, nou. Die wil je dus zeg maar deze item laten zien. Keep it! Ik wil het niet weggooien. Ik wil met die merchant praten. Kijk eens merchant, ik heb hier iets voor je. Moet ik eens met die merchant gaan praten? Nee, keep it! Ja, yeah, you're a traveling merchant. Yada yada yada. Ja, de Goron statue. En dat is onze goal, de Goron statue. En hij heeft een knapsack. Oké, okay, kan ik hem nou laten zien? Mooi. That's a town flower. Ja, yeah, in that case would you be for the sea flower. Nou, dat is eigenlijk al een hele grote upgrade. Maar ja, we moeten toch alles hebben. Dus ja, dan willen we zeker ook eventjes een waarschuwing. Zorg ervoor dat je een cashload of money hebt. Want dit gaat heel erg veel kosten. Oké, okay, het kost nou maar 20. Maar dan kom je daar ook wel achter hoeveel dat is. Ik zie jullie bij het volgende eiland. Yay! Nou, op... Ja, Mother Child Island, dan zit hij gewoon hier. Ook weer eventjes eerst met hem praten, want anders accepteert hij je dinges niet. En, oh, ze praten zoveel. Hou gewoon je melding. Hier, kijk eens, ik heb een sea flower. Als het goed is, krijg ik nou een exotic flower of een vlaggetje al. Ah, jij meent dit. Nee. Oké, nou, om eventjes ook gelijk het derde eiland te laten zien. Daar zie je hem ook al staan met zijn gigantische rugzak. En dit is eigenlijk dus wat je de hele tijd gaat doen. Proberen maar betere items te krijgen. En zo gaat dat dus zeg maar de hele tijd door. Dus eerst, je hoeft er maar één keer eigenlijk tegen iedereen een keertje te praten. En dan kun je ze elke keer gewoon eigenlijk benaderen. En dus de hele tijd zeg maar het item onder hun neus douwen. En hopen dat je dus zeg maar een upgrade krijgt. Ze verschijnen alleen maar op die drie eilanden. Dus ja, dan zie je, weet je nou ongeveer wel waar ik, hoe je dat doet. Dus je loopt gewoon van eiland naar eiland. Ook al de Townflower, serieus? Is het degene gewoon dat ik hem twee keer moest reden bij dezelfde? Oh mijn god, nou ja, in ieder geval, nou begint echt de montage. Hé, hey, de Exotic Flower! Ja! Oké, nou, dat is 2 en 5, hartstikke leuk. Nou, wat ik dus eigenlijk probeerde uit te leggen is dus, zeg maar, je hebt twee, zeg maar, die geven je elke keer een downgrade. En je hebt er eentje, die geeft je een upgrade. Dus heb je een item nog niet gehad, wil je dat item hebben. Heb je de item al gehad, dan, wil je hem natuurlijk niet hebben, heel erg duidelijk. Nou, en je wil dus, zeg maar, naar het ultimate item toe gaan. Dat is eigenlijk praktisch wat je wil gaan doen. Deze sidequest is vervelend, maar goed, laten we eens kijken of hij nou een downgrade heeft of niet, voordat ik weer heel de wereld ga afreizen. Ja, dat is een exotic flower. Nee, hij wil hem downgraden, oké. Okay. Hé, hey, een pinwheel. Ja, dat willen we zeker. 55 ruby. Zo, de creep. Yay. Hé, hey, de stickle moon flag. Dat willen we zeker. Gia. Ja. Het grappige is, als je dus zeg maar dat ding weer terug wil ruilen, dan betaal je weer eigenlijk zeg maar voor het oude item. Dus dat is eigenlijk best wel raar. Maar goed, je zal altijd moeten betalen. Een Fountain Idol. Nice. We kunnen al gelijk naar de volgende upgrade toe. Fijn. Het is gewoon eigenlijk dezelfde dude. Nou, daar ben ik blij om, tot het iets sneller mag gaan. Hey, nice. Weer een upgrade. The colors of the thing is faded. Oh, zo de meter toch op, man. Lame excuses, lame. Je wil gewoon mijn rubies. Hé, hey, de Big Sail Flag. Netjes. Ja, dat jeep deal ook nog eens een keer. Netjes, netjes. Daar ben ik blij mee. A Big Catch Flag. Netjes, netjes. Volgens mij moet je hier nou een keertje weer naar een item die je al hebt. Dus ik ga nou weer voor deze.
Want het gaat erom dat je alle items krijgt. Dus daarom krijgen we nou ook niet... Maar goed, we gaan weer door naar het volgende item. Nou, dan hebben we weer gedowngrade naar de Big Sail Flag. Maar die zorgt ervoor dat we de Hero Flag kunnen krijgen. En die hebben we nodig voor het einde van deze Rot Quest. Dus ik zie jullie zo. Ja. En als ik me niet vergis, geeft hij ook gelijk de grootste, zeg maar, die we nou nodig hebben. Namelijk de Postman Statue. Dus, ik haat deze quest zo erg. Het is zo complicated. Oké, nou. Kijk of jij nou de Postman Statue wil geven. Ja! At least 100 rubies. Nou ja, het maakt niet uit. We hebben hem nodig, dus... Yay! En nu zijn we bijna klaar met onze training. Yay! Shop Guru Statue. Dat is de laatste die we willen hebben. En als ik me niet vergis, dat is altijd super rare 200 rubies. Yup. Ik denk dat je altijd zo'n 1000 rubies, zeg maar, voor deze sidequest kwijt bent. Maar nu hebben we dus echt letterlijk en figuurlijk alle trades gedaan. En met dit ding... Ja... Oh, echt die tekst van je helemaal... Je bek. Dank je. Nou, we dus zeg maar heel die training hebben gedaan. Dat laatste statue, die wil je brengen naar de Merchant in Great Fish Isle. Hey, wil je mijn hoofd er niet af proberen te bijten? Kom nou. En als je dat doet... Als ik me niet vergis hoor, ik kan me natuurlijk gruwelijk vergissen, want dat doe ik best wel vaak. Maar als je hem dit laat zien, dan is hij oh zo blij. En dan krijgen we onze piece of heart. Tenminste, dat zal wel fijn zijn. Dus, oh, ik haat deze sidequest zo erg. Ik bedoel, in Ocarina of Time heb je ook een training. Maar die is langer na niet zo tedious als deze, oké? Okay? Misschien duurt die iets langer of zo, maar dat is tenminste nog een beetje een adventure of zoiets. Dan heb je nog een beetje, zeg maar, dat je echt... progress maakt en ziet wat je maakt. Dat is voor een veel beter... dat is voor de Big Golden Sword, geloof ik. Even 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, hier zijn we dan. En als we dan met deze maloot gaan praten... Hey! Kijk eens wat voor jou. Tada! Is this that it could be? The Shop Guru Statue. Such a divine figure. Dit is zo geweldig. Ik ben zo blij. En kijk eens wat we daarvoor krijgen. Een piece of heart! Daar hoeven er nog maar eentje! Nou, en daardoor ben je ook wel je item kwijt. En het is een heel duur item, maar je kunt gewoon weer kopen wanneer dat je eigenlijk zou willen. Want dat zou ik zo laten zien. Nou, trade je die trouwens bij anderen, dan krijg je er weer gewoon zeg maar de Postman Statue voor. En dan wil je gewoon echt niet, want dat is weer die downgrade en dat willen we allemaal niet. Dus ja, we gaan weer terug naar Windfall Island. Hoppakee. Want we hebben nou alle items getrade. Bleh. Kost ons behoorlijk veel cash. Maar ja, dat maakt hem niet uit. Want hij is gewoon al sowieso... Ik bedoel, hij gooit een treasure map in de auction. In de veiling voor ik weet niet hoeveel rubies. En in de GameCube versie krijg je er maar één ruby voor terug. Dus we weten ondertussen wel dat het een oplichter is van hier tot het begin. Maar dat maakt niet uit. Ah, Windfall. Het land van zoveel sidequests. Verschrikkelijk gewoon. Oké, nou in ieder geval, we hebben dus nog maar één piece of... Ja, jij bent helemaal blij, dat weten we. We hebben van jou een treasure chest gekregen, hartstikke leuk. Nou, als we dan zeg maar met die gast gaan praten, ik geloof hier. Hallo. Yes, yes, young master, look over anyway. Don't care. Nou, nu krijgen we dus zeg maar het rareste item van heel de Legend of Zelda, de Windweker, in HD. De Magic Arbor. Gebruikt je rubies zeg maar om een barrier over je te halen. En op het moment dat je geraakt wordt, dan krijg je extra, kost het extra rubies. Dus dat item is het zeldzaamste item eigenlijk in deze game. Niemand die pakt eigenlijk die item, die heeft een reden. Goed, nou voor de laatste sidequest. Je hebt hier een dude zitten en die dude die geeft jou een piece of heart op het moment dat je al deze pedestals, ik geloof dat het er 12 zijn, volgooit met bloemen. Dus ik denk dat ik daar heel eventjes een snelle montage van ga maken. En, oh, ik raad heel één ding aan voordat ik met die montage begin. Wees goedkoop en pak gewoon townflowers. Want hoe verder dat je zeg maar daar verder gaat, hoe duurder dat alles wordt. Dus ja, ik ga gewoon voor de townflowers.
Het enige nadeel is, je kunt er maar 3 zeg maar per keer volhouden, vasthouden geloof ik. Yep, je kunt er maar 3 per keer vasthouden. Dus ik ga elke keer gewoon als ik er 3 heb geplaatst, dan ga ik weer terug en dan plaats ik weer nieuwe. Dus wat je wil doen is, je gaat gewoon naar je items en je selecteert hem. Gaat gewoon bij zo'n dingetje staan. En je pleurt hem erop. Dat is alles. Dus nou, even 3 nog eentje. Hoppakee. En ik geloof dat er 12 waren. Nou, hier nog eentje. Pleur er 3 eentje neer. Hier komt er nog eentje. En dan gaan we eventjes zoeken waar we nog meer van die pedestals hebben. Let's see. Even kijken. Staat er hier nog ergens eentje? Nee. Ik weet dat er daarboven ergens nog, ik weet niet hoeveel staan. Echt dat... Even kijken, die hebben we netjes opgevuld. Stond er daar niks beneden meer? Het is heel eventjes zoeken hoor, jongens. Mijn excuus daarvoor, maar... Ik weet natuurlijk ook niet alles. Ah, hier staat er eentje. Deze die wordt nogal snel vergeten. En we hebben er hier nog 2 staan. Zo. En als ik me niet vergis, de laatste die we nog moeten hebben... Dat zijn er behoorlijk veel. Volgens mij waren het 5 of zo. Staan die hier bovenop? Ja, kijk hier. Oh, het zijn er zelfs 6. Zo. En die staan daar bovenop. Dus, ja, ik zie jullie wel daarboven weer. Oké. Oh. Wil je dit weggooien? Ik wil het houden. Ik wil hem hier op pleuren. Dank je. Oké, dan gaan we hier eentje replaatsen. Zo. Hallo. Ah, kom op. Ik sta ernaast. Zo. En dan hier weer 1. En dan nog eentje hier. Zo. Volgens mij heb ik er nog maar 2 nodig. Oké, daar eentje. En dan hopelijk, ik denk dat dit echt de laatste is. Ik ga er even goed bij staan nu ik weer die stomme glitch doe. Ja, het is niet echt een glitch, maar het ook er gewoon naast staat. Nou, en als je dat allemaal gedaan hebt... Dan wil je dus praten met dat mannetje daar op dat bankje, ja? Deze gast hier. En als ik me niet vergis... Have you seen the small pedestals? Oh, ik mis er nog ergens eentje dan. Of niet? Wauw, in het geval... enjoy lately, don't you think? Ja, zeker. So have you been cooperating with the volunteers? Oh, really? You have? En daar is hij! Onze laatste final piece of heart! Dames en heren, jongens en meisjes. Wij hebben 20 hartcontainers, alle treasure charts gehaald en we hebben alles compleet gehaald. Deze... Die is dus zeg maar precies hetzelfde. Ook in de GameCube versie is precies hetzelfde. Dit moeten we dus zeg maar allemaal halen. Voor 1 piece of heart en voor die magic armor. En Town Flowers, ja, die kun je eigenlijk zo snel mogelijk dan gaan kopen op het moment dat je er al eentje hebt gedaan, zeg maar. Dat je eentje hebt gekocht, maar nee. Ik raad het eigenlijk aan om dat na die sidequest te doen. Dus met dat hebben we 20 hartjes, alle hartcontainers te pakken gekregen. Alle pieces of heart hebben we te pakken gekregen. Alle Triforce charts en treasure charts en zinloze rubies en noem het maar op. Dus met dat sluit ik deze aflevering af. En ik heb nog niet hetzelfde hier gebeuren gedaan met de intro van deze aflevering. Dus zal ik het wel met de outro doen. Dus sluit ik af om eindelijk te zeggen in de volgende aflevering die maandag plaats gaat vinden. Oh, ik ben echt serieus. Je moet van geworden, jongens. Het duurt zo lang. Maar dat maakt niet uit. Dus in de volgende aflevering gaan we eindelijk weer terug naar Hyrule om te kijken of daar alles wel goed gaat. En gaan we dus richting het einde van deze Let's Play. Tijd vliegt, vinden jullie ook niet. Dus ik hoop dat jullie van deze aflevering genoten hebben. Laat een like achter als je daar tijd voor had voor de effort. En heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Dit was ZeldaPlay20 en ik zie jullie maandag. Doei! Yeah! Ja, ik dacht bij mij, ik heb al genoeg gezegd dat dit spel in HD is. Dus ik ga niet zeggen dat het de... Damn.